Vin Stokkers. 2-2 hier in Eindhoven, een beladen tweede helft. Is dat uiteindelijk een uitslag waar je mee kan leven? Dat denk ik niet. Ik denk dat wij hier komen voor de winst en altijd voor de winst willen spelen. En dan is het zonde als je hier met 2-2 van het veld afstapt. Ja, want de eerste helft 0-0, weinig grote kans. Tweede helft brandt het helemaal los, hè? Twee keer kom je op achterstand, twee keer kom je ook terug. Ja, klopt. Eigenlijk is de achterstand ontzettend zonde. Want ik dacht dat we de eerste helft de leiding zouden pakken. We hadden twee hele goede kansen. En toen viel de 1-0 eigenlijk een beetje uit het niets. Een stomme fout op het middenveld. Wat gewoon gelijk is afgestraft. En daarna denk je door te gaan voetballen, gaat het wat stugger. Komen we gelukkig wel op 1-1. En dan weer hetzelfde. Stom uitverdedigd. En 2-1 in het netje. Ja, ik denk dat Eindhoven gewoon tweede helft ontzettend dodelijk is geweest. Ik denk dat ze niet heel veel grote kansen meer gehad hebben. Ja, een schot van afstand. En wij hebben de betere kansen gehad, denk ik. Ik denk dat dat alleen maar zuurder is vandaag. En ik denk dat 2-2 ontzettend zonde is. Ja, je merkt het ook aan iedereen. Het is 0-0 bij rust. Iedereen heeft zoiets van, de tweede helft die is voor NAC. Dat zag je vandaag ook weer eigenlijk, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we beter voetbal speelden dan in de eerste helft. En de betere kansen creëerden. Dan is het noodzaak om te scoren, op voorsprong te komen en de wedstrijd uit te spelen. En dat lukte ons vandaag niet. We moesten twee keer terugkomen. En ik denk als we langer hadden doorgevoetbald, hadden we wel gewonnen. Maar ja, helaas duurt de wedstrijd maar 90 minuten vandaag. En moeten we met 2-2 genoegen nemen.